Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze webinar vanuit Health Valley. Vandaag gaan we bespreken hoe helpen we chronische of complexe wonden de wereld uit. Ik heet uiteraard jullie allemaal van harte welkom. Deze video wordt opgenomen, dus deze kan ook later teruggekeken worden op ons YouTube kanaal. En mochten er vragen zijn, kun je deze stellen in de chat. En dan vragen we je of je eventueel de camera even aan wil zetten om de vraag zelf te stellen. Nou, we gaan beginnen. We hebben een aantal... Ik ben Mirjam van der Bos, om daar even mee te beginnen. Innovatiemanager bij Health Valley. Hoe helpen we complexe wonden en chronische wonden de wereld uit? We weten allemaal dat wonden die niet genezen, die hebben heel veel impact op iemands leven. Mensen kunnen niet meer lopen, kunnen soms niet meer werken, er is ook veel schaamte. Mensen komen echt in een isolement terecht. Soms komen ze pas laat bij de professionals aan om het te helpen. Er zijn daardoor ook hoge financiële kosten aangemoeid voor de maatschappij. In Nederland kun je wel... is er een schatting gemaakt dat het ongeveer 2 miljard per jaar zou kunnen kosten. Daarnaast heb je een 5 jaar overlevingsduur van mensen met niet sluitende wonden is lager dan de mensen met borstkanker of borstkaatkanker. Toen ik dat las, dacht ik, dat is echt wel schokkend. En de urgentie om deze wonden en de zorg hiervan op te lossen is dus erg hoog. We gaan dan vandaag ook deze problematiek bespreken vanuit de behandelaar, vanuit de patiëntenperspectief. We hebben hier hele leuke sprekers voor, kan ik wel zeggen. Angela de Rooij van de Diabetesvereniging zal aan het woord komen. Ook Ingrid Ruys van het Maxima Medisch Center. Koen van PlasmaCure. Koen Lim van PlasmaCure en ook Joost van der Heijden. Daar staan ze allemaal. In de sheet. Als eerste wil ik Angela de Rooij van de Diabetesvereniging Nederland wil ik het woord geven. Zij gaat uitleggen vanuit de Diabetesvereniging wat zij zien binnen deze complexe wonden. En het toelichting geven van haar perspectief van de ernst van de situatie. Dus Angela, stel je even voor. Ik heb natuurlijk je naam al een aantal keer genoemd. En dan wil ik jou graag het woord geven. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie meeluisteren en meekijken. Mijn naam is Angela de Rooij. Ik ben beleidsmedewerker bij de Diabetesvereniging. En een van mijn aandachtsvelden is de voedzorg. Als het gaat over... ik zit daarvoor bij in richtlijncommissies, in standaarden. Maar ik doe ook de individuele vragen van onze achterban beantwoorden. En mensen soms inderdaad naar een behandelaar verwijzen of antwoord geven op hun vragen. Het is een urgent onderwerp. Maar waar wij ook als patiëntvereniging mee geconfronteerd worden, is dat het... helemaal geen sexy onderwerp is. En daar bedoel ik mee dat als wij inderdaad... wij organiseren avonden in de regio... en als wij een avond organiseren met de titel Nieuwe Ontwikkelingen... dan zit de zaal vol, dan zijn we uitverkocht. Maar daarentegen, als ik een avond organiseer over complicaties... nou, dan loopt de zaal niet vol. En daar hebben mensen ook inderdaad eigenlijk... Nou, daar hebben ze weinig behoefte aan om daar informatie over te krijgen. En dat gaat me letterlijk aan mijn hart, want complicaties voorkomen betekent dat je op dit moment heel goed voor jezelf moet zorgen en als mens met diabetes. En daarmee kan je die complicaties voorkomen. Dus het is zo'n vicieuze cirkel waar je als mens met diabetes dan in komt te zitten. Misschien handig om te zeggen is dat ik zelf type 2 diabetes heb. En daar, totdat ik bij de diabetesvereniging kwam werken, ook net zo, dus aanstekens nonchalant mee opging. Zo van, nou ja, je neemt je pilletje en je gaat inderdaad wat vaker op de fiets naar je boodschappen doen. En that's it. Maar ik werd
bij de diabetesvereniging met mijn neus op de feiten gedrukt. We hadden een vrijwilligersbijeenkomst en ik vergeet nooit dat er een vrijwilliger binnenkwam met prachtige orthopedische schoenen. En ik ben een schoenenfetischist. Ik ben dolblij met mijn hakjes, met mijn knalrode schoenen bij mijn, die mijn pakje geheel complimenteren. Dus ik dacht, dit is voor mij het moment om er toch meer aandacht aan te besteden. En toen heb ik ook het voetendossier me toegeëigend onder een mom van, hier gaan we inderdaad wat aan doen. Want er zijn weinig cijfers bekend, maar wat we wel weten, is dat een kwart van de mensen met diabetes voetproblemen gaat krijgen. En dat is een gigantisch aantal mensen. 1,2 miljoen mensen met diabetes. Nou, tel uit je verlies, zeg ik dan maar, want het is geen winst. Tel uit je verlies. Dus het is echt een urgent probleem. En daarnaast is het de hoeveelheid mensen met klachten, maar ook de impact die die voetproblemen hebben op hun dagelijkse leven. Op hun werk, op hun privé, op hun glucosehuishouding. Want het zijn complexe chronische wonden die enorm veel effect hebben op de glucosehuishouding. Met als gevolg dat er nog meer complicaties kunnen ontstaan. Maar vergeet ook niet dat als je pijn hebt in je voeten, dat je niet kan bewegen. En juist bewegen, weten we allemaal, is een van de methodes om je bloedglucose binnen de juiste range te houden. Wat mij opvalt als ik met behandelaars praat, is dat ze over het algemeen patiënten hebben die zomaar geconfronteerd worden met een enorme chronische of een hele complexe wond. Ze hebben zomaar wondjes. Dat betekent, mijn gevoel, is dat ze ook heel weinig weten van hun diabetes, welke complicaties daar kunnen ontstaan en hoe ze daar zelf actief aan kunnen deelnemen om dat inderdaad te voorkomen. Ik heb een heel mooi verhaal van, want de voetzorg is goed geregeld in Nederland. Echt waar, de voetzorg is prima geregeld. Maar het begint echt duidelijk inderdaad thuis. Het begint thuis dat je onderkent dat je diabetes hebt en dat je voor je onderdanen goed moet zorgen. En dat je daar af en toe eens een keer een blik op moet werpen. We hebben prachtige folders gemaakt bij DVN. Hè, als het gaat over hoe kan je voetproblemen voorkomen, er staat keurige tips in. Als het gaat over gebruik de voetspiegel. Eelt en likdorens, ga naar de pedicure. Ga naar de podotherapeut als je daar behoefte aan hebt. En toch zie je dat dat inderdaad letterlijk een ondergeschoven aandachtspunt is. Wat mij ook opvalt, is dat bijvoorbeeld bij de wandelgroepen die georganiseerd worden nu, ook daar onvoldoende aandacht wordt besteed aan voeten. Iedereen kan wandelen, zeggen ze. Dat is wel zo, maar er zijn een aantal voorwaarden. Ze hebben allemaal hun dextro bij zich. En ze hebben allemaal hun AA-drink bij zich. Want stel je voor dat ik inderdaad een hypo ga krijgen. Maar niemand heeft gekeken naar de kwaliteit van hun schoenen, van hun voeten. Dus dat is ook nog een aandachtspuntje wat ik mee wil geven. Wat lastig is bij diabetes, is dat al die aandoeningen die we hebben, en als je ze eenmaal hebt, dan zijn ze complex en vaak ook chronisch. Dus de aankondiging klopt wel. Je komt er niet makkelijk van af. En het lastige is dat dit allemaal te maken heeft met preventie. Want eigenlijk moet je nu investeren in jezelf. Nu zorgen dat je je bloedsuikers goed onder controle hebt. Je HbA1c in orde. Je time in range in orde. Dan kan je al die complicaties, dus ook inderdaad de slechte voeten kan je inderdaad voorkomen. Dat is lastig, want wie plant er zo ver vooruit? Wat maakt dat je nu de juiste keuze maakt om een voetprobleem over 15 jaar te voorkomen? En dat maakt het lastig bij deze achterban, bij deze groep mensen, om daar inderdaad wat aan te doen. Is ook geen gulden reden voor. Kijk, ik was gemotiveerd door die schoenen. Maar vind maar eens inderdaad de motivatie bij de mensen met diabetes om daar
wat aan te gaan doen. En dan kan je er, dan weet je er van alles van. En dan word je geconfronteerd met de onbekendheid van het probleem bij je zorgverleners. Ik heb een Nico, die ken ik. En Nico die heeft veel hinder en regelmatig inderdaad. Hij heeft letterlijk een chronische wonde aan zijn voeten. Heeft prachtige orthopedische schoenen. Maar weet ook van de urgentie. En die zit met een probleem. Die krijgt op vrijdagavond, vindt hij een rood plekje op zijn voet. En hij weet als geen ander dat daar nu naar gekeken moet worden. En dat hij niet kan wachten tot maandag. Hij gaat naar de huisartsenpost. En hij wordt niet serieus genomen. Er wordt geen actie ondernomen. Want ze herkennen het niet. Ze herkennen het niet en ze erkennen het niet. Dus dan weet je als mens met diabetes wat er gedaan moet worden. En dan loop je inderdaad vast in het schotten, het onbekendheid in de zorg. Dat is ook heel erg lastig. Hetzelfde geldt voor de vanzelfsprekendheid waarop wij aannemen dat bijvoorbeeld thuiszorg ook deze aandoeningen herkent. Dat is niet zo. De kennis van diabetes de gemiddelde kennis van diabetes in de thuiszorg is minimaal. En als er kennis is, dan is dat met name op het gebied van welke insuline moet ik hoe vaak en waar spuiten. En dat heeft niet te maken met het herkennen en het erkennen van voetproblemen. Dus dat maakt dat wij inderdaad een probleem hebben wat onderkend wordt. Door zowel de mens met diabetes, maar ook door de zorgverleners heen. En we hebben prima zorg geregeld. We hebben het prima afgesproken. Maar in de praktijk is de uitvoering wat weerbarstig. Zo moet ik het denk ik zeggen. Het is lastig om inderdaad per regio de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven. Ik zou heel graag daar wel eens een keer kijken in de regio's waar het inderdaad wel goed gaat. En daar ook lering van kunnen trekken. Want er zijn prachtige regio's bekend met hele gepassioneerde mensen die, ondanks het feit dat het geen sexy onderwerp is, hier hun hele ziel en zaligheid in leggen en een hele goede zorg geven aan de mensen met diabetes. Wat doet de DVN aan complexe wondzorg en complexe tijd? Het zit hem bij ons met name in als het gaat om de bekendheid bij onze achterban. Dus voor volgend jaar staat er sowieso een webinar op het programma. Om onze achterban nog wederom te informeren over de urgentie. Maar ook wat ze er zelf aan kunnen doen. We ronden daarna uit naar de diabetescafés in de regio. We gaan ervan uit dat we dat volgend jaar gewoon weer kunnen organiseren. En die worden goed bezocht. Dus dat betekent dat onze vrijwilligers een pakket meekrijgen hoe ze in de regio, in hun eigen diabetescafé, dit onderwerp beter onder de aandacht kunnen brengen. En inmiddels hebben we een aantal avonden kunnen organiseren met ziekenhuizen. Wat inderdaad het wondteam samen met ons een avond organiseert over wondzorg, complexe wondzorg, voetzorg in het ziekenhuis. Nou, dan vind ik het belangrijk dat we daar ook inderdaad de eerste lijn bij aanhaken. Dat ook daar inderdaad professionals, maar ook inderdaad de patiënten vanuit die kant mee aangehaakt worden. Wat lastig is dat, en dat, ik denk dat ik daar even mee af moet sluiten. Ik had het net over de schotten in de zorg. Hè? Nulde lijn, eerste lijn, tweede lijn. Wat ook lastig is bij onze achterban, is dat los van het onderkennen van het probleem, ook het zorgmijden om de hoek komt kijken. Als je eerst naar het ziekenhuis moet, kost het je eigen risico. We weten als geen ander dat een effect kan hebben op het zorgmijden. En ik sprak een aantal behandelaars van chronische voetproblemen. En ik merk dat daar veel mensen zitten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Uit het lage 6. En juist dat zijn inderdaad de mensen die het qua financiën zich niet altijd kunnen permitteren. Dat is ook wel iets waar we heel goed even naar moeten kijken. En
Misschien is dat ook wel iets als we gaan kijken naar Schotten. Ik denk dat we daar richting die anderhalve lijnzorg, waar een aantal regio's, hè, met name in Limburg, al heel ver mee is. Die hebben hele goede afspraken gemaakt dat je niet altijd naar het ziekenhuis moet. Dus inderdaad op de anderhalve lijn niet ten koste gaat van je eigen risico. Dat vind ik ook nog wel een heel mooi gesprek wat mijn collega gaat voeren, die de verzekeringen en zorgverzekeringen in haar portefeuille heeft, om daar gesprek mee te hebben. En daarnaast zijn wij als DVN, ben ik zelf betrokken bij alle richtlijnen en dergelijke. En we zijn nog steeds bezig om te kijken hoe wij die voetenteams, waar we het op papier prima geregeld hebben, goed kunnen gaan uitrollen in de regio. Want het kan niet zo zijn dat als je in Zuidoost-Drenthe woont, dat je een mindere zorg krijgt dan als je in het ziekenhuis van in Veldhoven zit. Dat kan niet. Dat kunnen we niet maken in Nederland. Dus daar zullen we goede afspraken over moeten maken. Dat was mijn verhaal, Mirjam. Dankjewel, Angela. Dankjewel. Je maakte al een heel mooi bruggetje naar Veldhoven. Ja. En ook iemand die helemaal gepassioneerd is over de voetzorg en wondzorg eigenlijk in het algemeen. Ingrid Ruys van het Maxima Medisch Centrum. Ik geef jou het woord als specialist die eigenlijk dagelijks deze patiënten met complexe wonden ziet. En jou het woord. Oké, dankjewel. Mijn naam is Ingrid Ruys. Ik ben diabetespolytherapeut in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. 4 dagen per week werkzaam. Dus mijn passie is echt de diabetische voet. Ik doe niks anders dan diabetische voeten. Ik vind het, sexy. Ik vind het een uitdaging, om het zo maar te noemen, om die voeten weer goed te krijgen. Maar ook goed dat ze ook goed blijven. Dus dat de wonden dicht gaan, maar ook dicht blijven. Want dat is juist ook een uitdaging voor de meeste mensen. Dus ik vind het best wel sexy. En ik probeer ook wel een band op te bouwen met de patiënt. En dat je een soort toch vertrouwenspersoon bent. Dat als er iets is, dat die patiënt zich direct kan melden. En dat je snel actie kunt ondernemen. En dat is waar het om gaat. Time is tissue. Dus hoe langer je wacht, hoe meer kans dat er een infectie ontstaat, hoe meer kans op een amputatie. Dus in mijn geval, ik vind het enorm belangrijk, en dat wil ik echt hier benadrukken, dat er heel snel wordt doorverwezen naar een diabetes voetenteam. En dan ook een diabetes voetenteam zoals we het in de NIV-richtlijn hebben afgesproken. Dus bestaande uit een internist, vaatchirurg, revalidatiearts, een podotherapeut. Dus dat het complete team aanwezig is om mensen te behandelen met diabetische voeten. Dan ben je natuurlijk wel heel afhankelijk van je verwijzers. En dat zijn met name de mensen in de eerste lijn, dus de huisartsen. Maar ook de pedicures, collega-podotherapeuten. Dus de mensen die in eerste instantie de wond zien, dat die snel gaan doorverwijzen. In onze regio hebben wij daarvoor een regionale transmurale afspraak gemaakt. Dat betekent dat 3 grote zorggroepen en 5 voetenteams van ziekenhuizen samen een afspraak hebben gemaakt over de snelheid van doorverwijzen. En dat betekent dus, zodra je praat over een wond aan de onderkant van de voeten, of een wond waarvan tekenen zijn van infectie, of aanwijzingen van vaatlijden, dat die binnen een week worden doorverwezen naar het voetenteam. En op deze manier hebben wij dus al heel snel wonden binnengekregen, ook heel snel kunnen behandelen, heel snel de diagnostiek kunnen inzetten, behandeling in kunnen zetten, een goed beleid kunnen maken, waardoor de amputaties, dat we die hebben kunnen verminderen. En we zien echt de laatste jaren in de aantal cijfers van amputaties dat we echt op de goede weg zijn. Dus dit maakt wel heel erg duidelijk dat zo'n transmurale afspraak, dus over eerste, tweede lijn heen, dat die heel erg belangrijk zijn. Verder wil ik ook nog wel benadrukken dat onderzijde van de voet, dan wordt er vaak gedacht, oh, dat is alleen maar de voetzool, dus de onderkant, maar het gaat ook om toppen van de tenen. En vaak zijn die wondjes erg riskant. Je ziet al heel vaak dat daar een botcontact is, zonder dat je het echt goed in de gaten hebt. Je ziet een klein wondje en vaak wordt het door de patiënt al gedacht van, nou, het valt wel mee. Het is vanzelf gekomen, het gaat vanzelf ook dicht.
dat werkt dus niet. Of iemand in de eerste lijn denkt van, goh, het is een klein wondje, het ziet een beetje rood, een beetje onrustig, komt wel goed. Maar als wij niet sonderen, hebben we niet in de gaten hoe ver dat wondje al doorloopt in de diepte. En zeker op de toppen van de tenen, als er niet wordt gesondeerd, heb je absoluut geen idee wat er speelt, wat het onderliggende lijden is. Waardoor dat al heel snel kan leiden tot een amputatie. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Als we nog eventjes kijken over de andere wonden, dus stel nou je hebt een wondje aan de bovenkant van de voeten of tussen de tenen, dan mag de huisarts dat samen met een podotherapeut of een wondverpleegkundige maximaal 2 weken bekijken. Is er geen genezing, en dan praat ik niet over genezingstendens, want tendens dat impliceert ook dat het misschien wel weken kan duren dat je denkt het gaat goed, maar het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Dus na die 2 weken, als het dan niet genezen is, wordt die patiënt alsnog doorgestuurd naar het voetenteam. En dat betekent dus dat je gewoon veel sneller kunt handelen als voetenteam, als team veel eerder alles goed op orde kunt maken voor die patiënt. Maar goed, dat betekent wel dat zo'n patiënt zelf ook moet reageren. En dat is wel een beetje een valkuil voor een aantal patiënten, dat ze negeren of denken het valt wel mee. En dus er zijn een aantal vertragingen in het hele traject. Vertragingen bij de behandelaars, maar ook vertragingen aan de patiëntzijde. En het zou zo mooi zijn als we dat met z'n allen zouden kunnen oplossen. Dat is wel een hele grote uitdaging, denk ik. Als we daar eventjes verder gaan, want wil ik even de tweede dia van jou hebben. Kan die even? Ja, deze. Wij zijn natuurlijk wel gestart met het plasmabehandeling bij een aantal patiënten. En daar zien wij echt wel een mooie vooruitgang in. Dus je ziet bij het eerste plaatje van 5 juli is het best wel een grote wond. Ook nog wel wat roodheid eromheen. En dan zie je dat er toch in redelijk korte tijd met de start van de plasoma, dat er een hele mooie wondgenezing is ontstaan. Op 10 augustus is het natuurlijk nog niet helemaal dicht, maar op dit moment is de patiënt helemaal... is de wond helemaal genezen. Dus dat betekent dat je... kijk, we hebben natuurlijk een aantal standaardbehandelingen. Heel veel mensen zetten wij ook in het gips. Waarbij we wekelijks een gipswissel doen en een wondbehandeling doen. Om te zorgen dat die wond rust krijgt, de patiënt rust krijgt. Dat het kan genezen. Maar er zijn natuurlijk een aantal andere technieken. En ik denk dat we daar met z'n allen ook wel een beetje open moeten voor staan om te kijken van wat is er nog meer? Wat kunnen we doen om te zorgen dat die patiënt, dat die wond kan genezen? En dat is niet alleen de wond zelf. Kijk, belangrijk natuurlijk ook het onderliggend lijden. En ik merk wel wanneer je niet multidisciplinair bezig bent, dat vaak... bekijk je het alleen maar vanuit je eigen perspectief. Dus ik als podotherapeut ga misschien kijken naar de voetvorm, kijken naar een beetje naar de oorzaak wellicht van de schoen, of wat is er allemaal aan de hand. De vaatchirurg die zal meer kijken vanuit, is er ergens een vernauwing, zit er ergens een verstopping. De internist zal meer kijken naar de interne regulatie van de diabetes, speelt dat wellicht mee. Maar als we al deze mensen samenbrengen in een team, dan kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar die wond, maar ook als patiënt als geheel, om ervoor te zorgen van wat is nou eigenlijk het probleem? En wat kunnen we aanpakken om te zorgen dat het allemaal goed gaat genezen? En dat is best wel ingewikkeld en dat betekent dus ook dat je dat echt niet monodisciplinair kunt doen. Het is echt een verhaal multidisciplinair, daar ben ik van overtuigd. En... ja, ik vind ook dat het over de lijnen heen moet. Dus je kunt niet als voetenteam zeggen van wij bepalen alles en we hebben verder geen netwerk om ons heen. We zijn juist enorm afhankelijk van ons netwerk om ook te kunnen zeggen van goh, wij bepalen een beleid en laat het dan verder over aan een aantal mensen in de eerste lijn. Bijvoorbeeld in de thuiszorg of door de huisarts, maar wel dat er een beleid is vastgesteld. En ik denk dat met name het samenwerken tussen de diverse disciplines, dat is juist de kracht om te zorgen dat die patiënt weer beter wordt. En belangrijk ook dat je die patiënt ook betrekt in de behandeling. En dat de patiënt ook zelf overtuigd is en wil en mee wil doen. En nou ja, laten we met z'n allen hopen dat we een aantal wonden kunnen verminderen.
Al denk ik dat dat heel erg lastig gaat worden. En misschien is het ook wel heel belangrijk om uiteindelijk beter te registreren. Of in ieder geval dat er een systeem is wat het allemaal beter kan bijhouden. Bij deze mijn verhaal over de diabetische voet. Dankjewel Ingrid, heel helder. De patiëntenkant en natuurlijk de plaatjes zeggen al genoeg dat de patiënt daar heel veel baat bij heeft als er een goede wondzorg plaatsvindt. Ik ben haar naam net vergeten te noemen, maar Stephanie van Dalenwij van VGZ, die is ook een belangrijke spreker binnen deze webinar, omdat zij de financiële kant kan belichten. En welke winsten ze te behalen zijn, maar Ingrid noemde net ook al registratie. Wellicht dat Stephanie daar nog iets over kan zeggen. Dus ik ben heel benieuwd, Stephanie, van jullie perspectief vanuit VGZ op complexe wondzorg. En dan mag je je camera en geluid even aanzetten. Ja, ik ga ook even een sheet proberen te delen. Momentje. Is dit zichtbaar? Dat kan ik zelf nou niet zien. Het is zichtbaar, Stephanie, alleen je camera is nu uit. Oh. Doet hij dat automatisch misschien? Probeer het even nog een keer. Ja, mijn camera gaat uit als ik het scherm deel. Dus dan doen we het even zo. Zet ik hem dadelijk wel weer aan. Even kijken, ja, mijn naam is Stephanie Dalenwij. Ik werk als innovatiemanager bij VGZ. Dat betekent dat ik me bezighoud met allerlei ideeën, zeg maar, voor de zorg die beter zijn voor de patiënt en ook doelmatig zijn. Wat we kunnen zeggen, zeg maar, over complexe wonden vanuit ons perspectief is, we weten dat het, zeg maar, heel veel leed veroorzaakt, maar tegelijkertijd is het ook een groep die je over het algemeen niet hoort, zeg maar. Dus we zien dat er literatuur en cijfers, maar het is niet, het is gewoon geen groep die heel kenbaar, zeg maar, gemaakt wordt door zichzelf en ook niet zichtbaar is in de data. Wat we verder, zeg maar, zien bij deze groep is dat er wel hoge kosten gemaakt worden. Want ja, als zorgverzekeraar zijn we natuurlijk voor een stuk kwaliteit van zorg, zeg maar ook voor een stuk zorgbekostiging en beheersing daarop, in heel veel verschillende segmenten. Dus ja, we zien kosten voor amputaties, we zien kosten voor orthopedische schoenen, voor protheses, voor thuiszorg, wondverbandmaterialen. Maar het zijn allemaal verdeeld, zeg maar, in verschillende segmenten. En wat voor ons lastig is zeg maar, om dat, zeg maar, per patiënt goed te kunnen identificeren. Dus we weten dat we veel kosten maken, zeg maar, in al die segmenten, maar we weten niet precies waaraan en hoe. Dat brengt eigenlijk ook bij het volgende. We hebben net ook al een stukje gehad, hè, over registratie. Nou, als zorgverzekeraar werken wij met declaratiedata. En wat je eigenlijk ziet is dat data van complexe wonden, nou, dat wordt al aan de zorgkant, zeg maar, beperkt geregistreerd. Maar dat komt helemaal niet terug in declaratiedata. Dus we weten wel dat mensen bijvoorbeeld thuiszorg krijgen, maar weten niet waarom ze thuiszorg krijgen. We weten dat mensen wondverbandmaterialen declareren, en soms ook heel veel verschillende, maar weten eigenlijk niet waarom. Dus we kunnen daarin ook moeilijk, zeg maar, vergelijkingen maken en daarom ook moeilijk een beetje de sturende of benchmark informatie verschaffen, zeg maar, weer terug aan het veld. En ik denk dat dat wel lastig is. Het komt ook voor een deel natuurlijk
In het kader van administratieve lastenverlichting. Hè, je wil ook die administratieve druk niet te groot maken. Alleen tegelijkertijd ja, is het ook van ja, wat je niet vastlegt, ja, dat weet je dan ook niet. En daarnaast zien we eigenlijk dat innovaties eigenlijk op dit dossier wel echt noodzakelijk zijn. En dat gaat heel breed. Wij zien het zeg maar als onze rol om die innovaties niet te bedenken. Dat kunnen we helemaal niet. Maar wel om ze op te halen uit het zorgveld en waar mogelijk op te schalen. En ja, daarbij kun je denken zeg maar aan initiatieven die te maken hebben met een stuk preventie. Dus bijvoorbeeld het programma wat we steunen van Keer Diabetes 2 om. Of zelfmanagement applicaties, zodat die patiënt met bijvoorbeeld diabetes zijn bloedsuikerwaarde meer stabiel kan houden en daardoor minder complicaties heeft. Maar ook bijvoorbeeld voor nieuwe behandelingen zoals PlasmaCure biedt. Er is echt wel verandering nodig om hier verbetering eigenlijk te krijgen op dit dossier. En daarnaast zien we, doordat de bekostiging zeg maar, in die verschillende segmenten zit, dat komt door twee dingen. De organisatie van zorg is ook heel erg in segmenten. Hè? De ziekenhuiszorg is toch apart en anders bekostigd dan de huisartsenzorg, dan de thuiszorg. En wat je merkt is, de bekostiging volgt daarin, dus die is ook heel opgeknipt. En dat kan ook wel leiden tot, juist bij complexe wonden, waarbij echt dat die regiefunctie eigenlijk best wel noodzakelijk is, ja, dat het toch lastig te realiseren is. Dus dat is zeg maar wat we zien. En als onze taak zijn wij toch altijd op zoek naar ideeën uit het veld om op te halen en verder op te schalen. En daarmee zouden we eigenlijk wel verbetering hierop willen realiseren. Want we zien gewoon dat het niet alleen voor die patiënten echt heel vervelend en beperkend is. Maar ook gewoon zorg kosten, maar daarmee ook een stuk arbeidsmarktkrapte en dat soort dingen invloed op heeft. Dankjewel, Stephanie. Misschien kun je nog heel even je camera aanzetten, dan kunnen de mensen thuis je nog heel even ook even zien. Ja, oh, dat is top. Als er al eventueel vragen zijn, dan kunnen jullie die stellen via de chat. Ik zie nog niks binnenkomen, maar wellicht dat iemand al vragen heeft. Schroom niet om ze te stellen. En dan wil ik doorgaan naar onze volgende spreker. Ze zijn zelfs al op Nederlandse televisie geweest. Afgelopen zaterdag om 17:15 zijn ze bij Editie NL van RTL 4 geweest. Koen Lim gaat ons van PlasmaCure en ook Health Valley Partner gaat ons wat meer vertellen over Plasoma. Wat het doet, wat voor een mooie innovatie het is. Want Stephanie gaf net al aan, innovaties zijn noodzakelijk binnen complexe wondzorg. Dus Kim, Koen, Lim, ik wil jou het woord geven. Ja, dankjewel Mirjam. Ik ben Koen Lim, ik ben medical officer bij PlasmaCure. Ik ga mijn scherm nu delen. We hebben een nieuwe behandelmethode voor complexe wonden ontwikkeld. Met gebruik van koud plasma. Koud plasma is vrij onbekend. Je hebt vier fasen van stoffen. Naast vloeibaar gas heb je plasma. Dus als je aan gas energie toevoegt, krijg je plasma. In ons geval koud plasma, dus niet warmer dan lichaamstemperatuur. Als voorbeeld de zon is plasma, bliksem is plasma. Daardoor ontstaan er allerlei reactieve stoffen. En die hebben het effect op de wond dat het plasma doodt bacteriën, ook antibiotica-resistente bacteriën, voor 99,9% binnen 2 minuten.
Het stimuleert de celproliferatie, dus de groeifactoren worden aangetrokken en de uitcellen gaan extra groeien. En het bevordert de doorbloeding in de wond. Nou, dat zijn allemaal effecten die de wondgenezing beïnvloeden. En daarvoor hebben we het plasoma ontwikkeld. Dat is een apparaat wat met stroom dat plasma genereert in de wond. Met een plasmapet, die kun je rechtsbovenin zien. En het apparaat staat links onderin. De behandeling duurt maar 2 minuten, is heel makkelijk te doen. En kan ook thuis worden toegepast. Nou, we hebben een eerste 20 case studies gedaan met patiënten met chronische wonden, die gemiddeld al langer dan een jaar aanwezig waren. En we zagen dat in maximaal 12 weken, gemiddeld een week of 7, 8, dat 60% van de complexe wonden dicht waren. Dus dat is een heel mooi resultaat. Dat was aanleiding om een verder onderzoek te doen. Dus behalve de case studies zijn we nu bezig met een grotere klinische studie. En daar zal Joost van der Klei, dermatoloog en hoofdonderzoeker van de studie, nu meer over vertellen. Ja, daar ben ik. Zie ik. Mirjam, zal ik maar gelijk doorgaan? Ja, ja. Ik ben Joost van Klei, ik ben een dermatoloog. Weliswaar even niet meer praktiserend, maar desalniettemin ben ik hoofdonderzoeker van een onderzoek dat PlasmaCure heeft ingesteld naar het effect van koud plasma. Want er zijn natuurlijk wel allerlei goede en indirect, min of meer direct indirect aanwijzingen dat koud plasma iets doet. Maar daarmee is de kous niet af. Je moet het dan ook nog bewijzen volgens de regels der kunst. En daarom is op PlasmaCure een groot onderzoek, zoals het hoort, gerandomiseerd, gecontroleerd, opgezet. Ik heb overigens groot respect voor degenen die dit gedaan hebben, want het is met de Europese regelgeving geen sinecure om dat eventjes te doen. Het probleem met wonden en wondonderzoek is dat ze vaak moeilijk te vergelijken zijn. Maar dan hebben we wonden aan de onderbenen, met name de wonden die veroorzaakt worden door veneuze insufficiëntie, door spataders zeg maar. Zeg maar de klassieke open benen. Deze zijn namelijk vrij uniform en de behandeling is redelijk standaard. En het is ook nog eens zo dat ze op een plek zitten die goed, praktisch gezien goed te benaderen zijn. Uiteraard vallen wonden met ten gevolge van arteriële insufficiëntie, zeg maar verminderde doorbloeding, uit. Dus dat is voor dit onderzoek gekozen, voor dit type wond gekozen, het veneuze ulcus. Er zullen 50 patiënten worden behandeld op de gebruikelijke standaardwijze, het compressief verband, of een elastische kous. 50% krijgt een behandeling met daarbij een behandeling met plasoma 1 keer per week. En dan hebben we ook een groep van 50 die 2 maal per week plasoma krijgen. De totale studieduur bracht 20 weken. En er wordt uiteraard gekeken, onder andere, maar het zijn dan de hoofditems, gekeken naar of de wonden kleiner worden en zo ja, hoeveel en of ze dan wel echt helemaal gesloten zijn. En na 20 weken wordt er gekeken en de definitieve balans opgemaakt. En dan wordt er nog na afloop van studie op een 3-tal tijdpunten gekeken naar mogelijke recidieven, of de wonden weer opnieuw open zijn. Het onderzoek vindt plaats in Zuid-Limburg bij patiënten die zijn verwezen naar een lokaal, regionaal wondexpertisecentrum aldaar. Tot zover mijn korte verhaal. Ook gezien de tijd lijkt me dat handig. Ja, dankjewel. Want, dankjewel Joost ook voor het uitleggen van de klinische studie. Er zijn een aantal vragen ook binnengekomen. Die wilde ik graag ook nog even behandelen met jullie. Ik had eigenlijk nog even, voordat ik daar begin, nog een vraag aan Joost. Tijdens de klinische studie, dan heb je natuurlijk, ja, je moet na 20 weken stoppen. Kun je zeggen dat als je met plasoma een behandeling start, zijn die 20 weken daarin voldoende? Zie je dan al vooruitgang? Of is dat nog niet zichtbaar in de studie? Dat kunnen wij op dit moment nog helemaal niet zeggen. De studie is eigenlijk pas recent van start gegaan. Dus ik heb nog geen enkele
We zullen op dat punt moeten doen met de gegevens die Koenen presenteren, ja. Namelijk case studies. Maar het doel van dit onderzoek is om redelijk uniforme wonden, om het effect echt in maat en getal te kunnen aangeven. Ja, dankjewel. Er is een vraag binnengekomen van Bas. Bas, je mag hem zelf stellen met de camera aan. Als je dat niet wil, dan stel ik hem. Oké, dus namens vraag voor het VGZ. Namens Bernard Hoeksma. Welke kosten rekenen jullie mee om de kosten-batenanalyse van een innovatie te monitoren? Dus Stephanie, zou jij je... Ja. Ik had ook al antwoord gegeven in de chat, maar dat zijn, ja, wij kijken meestal, zeg maar, voor de business cases, want niet altijd zo zwart-wit, zeg maar, naar directe kosten en baten. Die vallen eigenlijk in de zorgverzekeringswet dan wel de WLZ, want dat is zeg maar de zorg die wij bekostigen. En vaak willen we daar ook wel kosten en baten. Sommige dingen hebben natuurlijk een meer langetermijn voordeel. Dat nemen we wel mee. Maar voor ons is natuurlijk ook wel belangrijk, zeg maar, het voordeel juist op relatief korte termijn. Dus in de eerste paar jaar. Dankjewel. Ik ga er even van uit dat de vraag zo beantwoord is. En anders spreek even in als je nog een andere vraag hebt. Dan is er nog een vraag binnengekomen voor dat Ingrid net gesproken heeft over multidisciplinaire werken en door Stephanie over innovatie. Wordt er momenteel al samengewerkt, bijvoorbeeld engineering, productontwikkeling, universiteiten, om zo nieuwe innovaties te ontwikkelen? En deze vraag komt van Hanneke Reuvenkamp. Ja, dat is volgens mij ook wel een vraag, ook in ieder geval aan mij. Wij werken in principe, bij ons komt eigenlijk iets in beeld wanneer er al een bepaalde mate van bewezen effectiviteit is. Dus dat betekent voor ons niet altijd per se dat er een hele klinische studie, zeg maar, achter moet zitten, maar wel dat bijvoorbeeld zorgaanbieders bereid zijn om met iets te werken of daarmee van slag te gaan. Echt het hele begin van de onderzoeksfase, dat is in ieder geval niet iets waar wij direct bij betrokken zijn. Soms denken we al wel in een wat vroeger stadium mee over hoe dit dan kan landen, bijvoorbeeld in een stuk bekostiging. Maar echt helemaal aan dat begin staan wij niet. Dat komt ook omdat wij daar geen gelden, zeg maar, voor hebben. Wij hebben het zorgverzekeringswetgeld is echt bedoeld voor te leveren zorg. En dat mag niet besteed worden aan onderzoek of research and development. Dus daarom is dat. En dus voor ons zou dat ook eigenlijk niet haalbaar zijn, zeg maar, om bij elke innovatie, zeg maar, al heel vroeg aan tafel te zitten. Dus we hebben eigenlijk al meer het stadium daarna dat er al wat bewijs ligt, dat werkt, dat is wel iets wat we nodig hebben. Oké, dankjewel. Mag ik daar iets aan toevoegen vanuit onze kant, van de PlasmaCure? Want PlasmaCure, zeg maar, de koud plasma technologie is ontwikkeld door de TU Eindhoven. En wij werken met de case studies en klinische studies, onder andere ook samen met het AMC in Amsterdam en het Radboud Universitair Ziekenhuis in Nijmegen. Dus op die manier werken we ook dus multidisciplinair samen, zoals op deze manier wordt gevraagd. Dankjewel voor de toelichting. Koen, ik blijf gelijk ook even bij jou. Want volgens mij had jij net een grafiek en daar stond in dat 60% van de wonden in 12 weken gesloten worden. Ja, dat klopt. Ja. Daar is dus nu een vraag over, want er zijn dus 40% van deze wonden waren
waren dat complexe wonden of een te grote wond waardoor het langer duurde? Het waren allemaal complexe wonden die gemiddeld al langer dan een jaar bestonden. Dus het waren allemaal moeilijke wonden, zeg maar. Heel mooi dat 60% dicht gingen en maar 40% ging niet dicht. Dat heeft niks te maken met de grootte, daar hebben we naar gekeken. Je kan het niet verwachten dat je ineens, het is geen tovermiddel, dat je ineens 100% van de wonden sluit die al langer dan een jaar niemand dicht krijgen. Dus daar kijken we verder naar wat daar eventueel de oorzaak van kan zijn. Maar goed, daarvoor doen we een nadere klinische studie. Oké, dankjewel. En ook wat ik al ook meerdere keren heb gehoord, is dat preventie dus natuurlijk ook zorgen dat je geen open wonden krijgt. En op tijd aan de bel trekken, dat heeft natuurlijk met wondgenezing en gezonde levensstijl is ook van belang daarbij. En dus ook voor de complexe wonden. Dan zijn we denk ik ten einde van de webinar. Is er nog een laatste brandende vraag? Want anders dan ga ik onze sprekers en uiteraard jullie kijkers bedanken. Geen vragen, dan dank je wel allemaal voor deze interessante webinar. En ik denk dat we vanuit verschillende disciplines een mooi beeld hebben gekregen over complexe wonden. Misschien dat inderdaad de sprekers nog even de camera's aan kunnen zetten. En dan wil ik jullie allemaal bedanken. Dank je wel voor jullie tijd en tot ziens. Er is ook nog een meet and greet, toch?